Hoi, Robin hier en welkom bij alweer de tweede aflevering van Robins Moltok. De aflevering waar Glen helaas het spel heeft moeten verlaten. Hij was een van de drie mogelijke mollen. En nu zijn er dus nog maar twee over van de laatste aflevering. Um, ik had het eigenlijk niet direct aanzien komen, alhoewel um, ja, tijdens de aflevering was het gewoon echt wel te zien dat hij een kandidaat was. En dan uh, is het alweer tijd om de tweede aflevering van Wie is de Mol te gaan bespreken. Het was een uh, leuke aflevering waar een hoop is gebeurd. Natuurlijk onder andere het eten van taarten, bronnen die te vroeg werden geprikt en ja, ook best wel hele duidelijke lichttekeningen. De titel van de aflevering is Zwijgen en dat is iets wat ik deze aflevering zeker niet ga doen. En dan uh, beginnen we natuurlijk bij de titel van de aflevering genaamd Zwijgen. En zoals ze altijd zeggen, spreken is zilver, zwijgen is goud. Ja, het zou een hint kunnen zijn naar uh, Everen en Arno. Die als laatste de blonnen lek moesten prikken. Want zij hadden de gouden ballonnen. Maar ook Kim, Lian en Sahil hadden de gouden ballonnen. Ook al hadden ze die niet lek mogen prikken. En daarnaast hebben we Fresia deze aflevering niet veel zien praten. En het zou dan ook daardoor een hint naar haar kunnen zijn. Als Mol zijnde. En Welmoed die heeft zitten zwijgen over dat ze de jokers had. En ik ben ook niet. Nee, ja, ik heb niet alles in rep gehouden. Ja, ook in, toch? En zelfs ook nog dat ze een joker extra achter heeft gehouden. Wat eigenlijk bijna niemand wist. Het zijn allemaal verdachte momenten die ik in ieder geval in mijn achterhoofd zal houden. Dan is het weer tijd voor de opdrachten van deze aflevering. En natuurlijk beginnen we met opdracht 1. De titel van opdracht 1 is Binnen en Buiten bereik. Waar er 2500 euro verdiend kon worden. Maar er uiteindelijk maar 310 euro is meegenomen voor in de pot. Hier zijn een aantal dingen opgevallen. En ik heb ze niet bij iedereen terug zien komen. Dus wellicht dat het echt wel dingen zijn waar we ook in de toekomst verder op kunnen letten. Natuurlijk de kleine dingen die onder andere van Kim Lian vandaan kwamen. Dat ze een hand met veren pakte en dat ernaast gooide. En ja, je zag ook gewoon overduidelijk dat er, dat er gekleurde veren naast zaten. Arno die probeerde pingpongballen te gooien met honinghanden. Ja, iedereen weet gewoon dat je dat niet kan doen. En ja, het toch blijft proberen. Ik vind het wel knap, maar ja, goed... En natuurlijk het welbekende moment dat Kim Lian even wat wilde drinken, omdat ik denk dat ze dorst had na het eten van de taart. Ja, ik snap ook echt niet waarom ze deed, maar goed, ja, het was binnen bereik, dus waarom toch niet. Het zijn allemaal van die kleine momentjes die wel heel overduidelijk in beeld zijn gebracht. Ik ben altijd wat sceptisch, zoals de meeste mensen van mij weten. Uh, maar ik houd wel in gedachten, maar ik zal de kandidaten daardoor niet direct als een verdachte aanmerken. Ja, daarnaast heb ik een hint doorgekregen en ik heb er helaas geen screenshot van. En er stond iets in dat Sahil aangaf dat de bestekbak compleet was uitgezocht. Maar nadat de tijd voorbij was en nog een stuk bestek in wilde gooien, maar misgooide. Eh, los van dat de bestekbak een grote chaos was en niet, eh, ja, er gewoon echt totaal niet goed kon zijn. Was het best wel opmerkelijk. Ik heb het stuk ook meerdere keren moeten kijken. En omdat het amper ook zichtbaar was. Um, maar uiteindelijk bleek dit toch wel een hele grote molactie te zijn van Sahil. Na de opdracht kwam er nog een biecht van onder andere Letitia. En zij gaf aan dat ze denkt dat de besteklaar compleet was. En dat was niet het geval, zoals natuurlijk net te zien was. Uh, de honingpot was ook niet compleet. Omdat bij de tweede groep uh, hebben ze ervoor gekozen om het niet te doen, omdat het uh, te veel zooi zou geven. Toen wij aan de beurt waren, hadden we wel tegen elkaar gezegd dat de honingopdracht jou belemmert om andere opdrachten te doen. Maar er was wel een brandweerautootje die nog in elkaar gezet moest worden. Dat is een simpele opdracht. En dat zou de andere opdrachten uh, ja, negatief kunnen beïnvloeden? En het werd ook nog een keer bevestigd tijdens de tweede groep. Omdat Rick aangaf dat er voor de honingpot nog een keer uh, de munten overgedaan moesten worden voor 100 euro. Haal de munten uit de honing voor maximaal 100 euro. En het enige wat daar dan goed zou kunnen zijn, wat ik zou kunnen bedenken, maar ik kon het uiteindelijk niet heel goed zien, was dat toch de brandweerauto's compleet waren. Uh, dat is iets waar ze ook geen bedrag bij hebben genoemd en dan het enige wat ik me dan daarbij voor kan stellen is dat het dan 100 euro per autotje was het is heel veel, maar het zou een optie kunnen zijn en dat ze daarom op de 300 euro uh, uit uh, konden komen of in totaal de 310 euro vanwege de ene pingpongbal opdracht 2 ook wel prikactie genoemd. Dit was een opdracht waar ze 3000 euro mee konden verdienen, maar uiteindelijk hadden ze 890 euro. Uh, maar ja, door de onwetendheid van Thomas is deze teruggebracht naar 800 euro voor de pot. Hij was uh, zo uh, verstandig om in de proefronde op en lek te prikken, wat helaas door hem op een uh, ja, sanctie kwam van 90 euro. Gelukkig geen hele grote, maar het is er wel eentje die hij zeker had kunnen voorkomen omdat hij in het midden van alle groepen zat. Ik kan niet veel over vertellen, ook over deze opdracht. Maar ja, het is niet direct een opdracht waar je heel goed zou kunnen mollen. Dus ja, daarom gaan we ook gewoon lekker door naar de volgende opdracht. En dat is ook gelijk de laatste opdracht. En deze is genaamd vergelijken. Een opdracht waar ze 1800 euro konden verdienen, maar uiteindelijk maar 800 euro voor de pot is binnengekomen. Ja, ook weer een leuke opdracht om te zien. En ook weer hier een aantal opvallende, maar ook wel een logische actie van Kim Lian. Ja, ze wees zichzelf aan bij, de, bij het poppetje met de muzieknoot. En het is eigenlijk best wel logisch, want zij heeft gezongen en zij zingt ook nog. En eigenlijk hadden daar Freesia en Thomas daar toch echt wel wat anders voor kunnen kiezen. Ja, ik zou een klein beetje er verder over uitbreiden waarom ik hier zo over denk. Want wat Freesia heeft getekend, is de vlag van Engeland. Ja, dan snap ik dat je die overslaat. En al had ze de vlag van Zweden getekend, er zijn nog een achtal andere landen met een soort gelijke vlag. Dus ja, ze had beter iets anders kunnen bedenken om het te kunnen verduidelijken. In ieder geval een voordeel van de twijfel. Wat ook wel opvallend was tijdens deze opdracht, was dat Welmoed die in de laatste paar seconden het muziekinstrument de andere kant op beelden hebben. Yes! Nice! Perfect! Maar ook zo heel zijn reactie nadat de persoon met de baard op de verkeerde plek was gezet. De snor. Oh ja. Oh. Ik wist het shit. Helaas. Dat is niet goed. In ieder geval wel iets om in de gaten te houden. Ja, en dan gaan we door naar de test, en executie en afsluiting van deze aflevering. Ja, de executie aan zich was wel een, een bijzonder snelle. Glenn kreeg zijn scherm als eerste te zien. Want hij was vorige week natuurlijk het minst verdacht. En helaas voor hem was dat gelijk het rode scherm. Ja, en dan is het alweer uh, tijd voor de afsluiting van de aflevering. Zoals ik uh, net al zei, het was een heerlijke aflevering om te zien. Waar een hoop chaos was, hoop leuke dingen gebeurden. En ik hoop dat er nog meer van dit soort afleveringen aan zullen komen. Ja, en dan natuurlijk uh, de verdachte. Waar ik vorige week Welmoed, Sahil, Arnold en Fresia uh, heb genoemd. En Glen zat er ook bij, maar die is afgevallen, dus die noem ik niet. Zijn er toch een aantal kleine uh, veranderingen ingekomen. Ik vond dat deze aflevering Kim, Lian en Thomas nogal wat kleine onbenullige dingen fout deden en de ontwetendheid. Het zijn allemaal van die kleine dingetjes, niet om direct verdacht te maken, maar wel iets om in, in gedachten te houden en meer op te geletten wat ze dan allemaal aan het doen zijn. Dan verdenk ik verder Sahil en Welmo nog steeds en houd ik Arno en Evren ook nogal beter in de gaten. Ja, en ik weet het, het is bijna iedereen. Maar ja, het is nog aan het begin van het seizoen. Het is nog een beetje kijken wie wat doet. En ik heb natuurlijk helemaal niets meegekregen van de voorgaande ja, live-uitzendingen en dat soort dingen. Dus ja, voor mij is het allemaal blanco. Ik denk om een wat duidelijker beeld te krijgen dat we toch nog één of twee afleveringen meer moeten zien. Zodat ik wat gerichter een uitspraak zou kunnen doen wie ik verdenk als mol zijnde. En uh, dat is ook gelijk waar ik het voor nu bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je het hebt gedaan, laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. Ik heb het ook zojuist gecheckt: er is 92% van de mensen die zijn niet geabonneerd. Dus alsjeblieft klik op de abonneerknop knop en vergeet niet de belletje aan te zetten, zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu Later.